Vanuit een oude tram krijgen de kunstenaars de stad te zien. De gids wijst op bijzondere dingen die ze mee kunnen nemen in hun kunstwerken. Bevalt het een beetje? Echt wel. En ik geniet de hele dag. Heerlijk, geniet van. Heerlijk. Vooral om veel inspiratie op te doen. Dat doet me goed. Zoiets. Vind je het fijn om te schilderen? Heerlijk. Rust en vrijheid. Heerlijk. Sigaretje roken, koffie drinken. Te vaak, maar dat maakt niet uit. Rotterdam in de Verf wordt georganiseerd door Beautiful People, een organisatie die zich inspant voor kunstenaars met een verstandelijke beperking. Eerder trokken ze al met een groep kunstenaars door Almere in Amsterdam. Altijd heel leuk, hele blije gezichten, goede emoties. En ja, vooral nu met al die bezuinigingen merk je gewoon dat het is gewoon helemaal goed wat we doen. Ze zijn er een dagje uit, ze krijgen inspiratie en helemaal goed. De komende weken gaan de kunstenaars aan de slag in hun eigen atelier. Wat ze precies gaan schilderen weten ze nog niet. Nee, nog niet. Maar dat ziet er wel. Eigenlijk nog niet. Mooi huis of gekke huis. Nou, van alles. Erg mooi. De 6 mooiste kunstwerken worden, net als deze kunstwerk uit Amsterdam, op koffiekopjes gezet. Een hele eer voor de kunstenaars. Dat lijkt me heel leuk. Super.